Jongens, hij gaat inderdaad net aan. Oh. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show, waar we elke week jullie stellingen beantwoorden. En er was een roep vanaf YouTube's. Ja, mensen willen meer content, meer video's, meer discussie over de Nintendo Switch. Ja. En, snap ik. Dat snap ik ook. Is ook een leuk ding. Is een leuk ding. Ja, wij zijn gecharmeerd. Nou, wel meer dan gecharmeerd, is mijn toch? Favoriete console op het moment. Ik heb hem ook, het was mijn favoriete nieuwe tech van 2017. Het is innovatief. Het is weer echt dat je denkt van Nintendo doet weer gekke dingen. Ja. Revolutionaire dingen. En, het is bijna revolution. Ja. En we hebben er een stelling bij bedacht. Ja. We dachten, nu we dan toch een beetje, weet je, die console is een jaar op de markt. We hebben een beetje kennis kunnen maken. Maar wat gaat de toekomst nog meer brengen voor de Nintendo Switch? We vragen het ons af. En daarom is de stelling ook, de toekomst lacht de Switch tegemoet. Ja, dan had zo'n beeld. Oh, ik dacht, nou wil je ook nog explosies en Michael Bay erbij halen. Nee. Ik ben heel bescheiden. Oké. Okay. De toekomst is rooskleurig voor Nintendo. Is het zo? Ik denk het wel. Ik denk dat Nintendo weer zijn slag gevonden heeft. Oh! Ja. In ieder geval ten opzichte van de Wii U voelt de Nintendo Switch zoveel meer als een concept waar goed is over nagedacht en waar ze ook volop voor zijn gegaan. Natuurlijk, het apparaat is niet feilloos, maar het feit dat je nou toch ook weer ziet dat een heleboel grote partijen er toch weer games voor willen gaan produceren, weet je wel, grote samenwerking met Ubisoft weer, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, het feit dat Rockstar er games op produceert, het feit dat 2K er lekker op gaat en dergelijke, is mooi om te zien. En er komen toffe dingen aan voor die console. Ik ben het helemaal met je eens, behalve het feit dat dit uitgedacht is. Nintendo. Kijk, dit is makkelijk om nu te zeggen, ja, het is een innovatief apparaat. Het is makkelijk om te zeggen, nu het een succes is. Toen Nintendo dit dat was altijd ons concept al. Ja, precies. Dat is makkelijk lullen achteraf. Maar dat is, tuurlijk is het een vet concept. Ik hou van de Switch. Alleen, het is bij Nintendo wel altijd een gokje. Toen de Wii uitkwam, hadden wij allemaal zoiets van, nee, dat is helemaal kut. Ja. Nou, dat ding heeft verkocht als een man. Toen de Wii U verscheen, ik vond het idee van een tweede scherm best wel goed. Want dat was ook de tijd dat we allemaal onze iPads gebruikten voor Assassin's Creed om extra schatten te pakken in Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja. Toen dacht ik, ah, de Wii U, dat zou best wel eens wat kunnen worden. Het punt is, je kan het bij Nintendo nooit voorspellen. Ze komen altijd met iets uit wat nieuw is. Dat is echt, daar is dik applaus ervoor, want ze nemen risico's, ze doen altijd over de box denken. Lebo. Shut up the fuck! Netjes. Maar het is wel te gok. En dat is het bruggetje naar de Switch. Wat gaat de Switch aan... De Switch staat nu, maar wat gaan ze ermee doen? Ik bedoel, nu komt Lebo. Weet je, ik vind het super vet. Wordt dat een succes? Ik weet het niet. Het is sowieso wederom zo'n innovatieve, revolutionaire gok. En dat is wel leuk. Ik vind het super vet dat ze het doen. Je zegt natuurlijk, is een gok, maar dat is natuurlijk ergens ook wel een beetje de forte van Nintendo aan zich. Dat ze altijd wel een beetje proberen. Ze pakken bewezen spelconcepten, maar ze geven er altijd een swoon aan of zo. Kijk alleen al naar Super Mario Odyssey. Dat is ook weer zoiets van, we pakken een bewezen formule, maar we weten toch weer een soort van revolutionair in te steken. Maar daardoor is het dus heel erg moeilijk om te voorspellen, wordt dit het jaar van de Switch? Of gaat dit, wordt het een goed jaar voor Nintendo? Maar dat vind ik al interessant, omdat Nintendo zelf al heeft aangegeven dat, weet je, het is niet een jaar. Ze zeggen van, de Nintendo Switch gaat waarschijnlijk een cyclus krijgen van 5 à 6 jaar. En dat vind ik al heel netjes, want daarmee laten ze ook zien dat ze het een beetje meer insteken, zoals ook een handheld, want hun handhelds gaan altijd veel langer mee dan de cyclussen vaak voorspellen. En het leuke is dat ze dat ook proberen mee te nemen naar de Switch. Ja. Vraag is of dat gaat lukken met die technische achterstand die ze nou al een klein beetje hebben. Maar en de vraag is of ze hun kruid niet al verschoten hebben. Want de fout van de Wii U, en ook wel van de Wii, is dat het te lang duurde voordat de vette content kwam. En het aantal vette content, of de hoeveelheid vette content, was gewoon best wel beperkt. Je krijgt nou Lebo. Ja, maar dat is waar. Maar we hebben nou al The Legend of Zelda Breath of the Wild gehad. En we hebben Odyssey gehad. En verder port. Splatoon 2. Ja, maar vergeet iedereen niet. Dat is echt een fantastische game. Ja, is leuk. Ja. Maar goed, maar ik bedoel, die studio's die Mario Odyssey en Zelda hebben gemaakt, die zijn nu even klaar, hè? Ja, maar goed. Dus weet wat je, gaan we de komende tijd krijgen? Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Port is allemaal prima. Nee, ja, okay. Op een of andere manier mag porten op de Switch. Metroid Prime 4, die misschien wel gemaakt wordt door gasten die eerst bij Star Wars 1313 aan het klussen waren. Weet je, dan heb je al wel iets meer van die grotere titels. Het feit dat Lebo misschien, ja, dat is ook weer een gok, dat ook weer iets zou kunnen worden. Dus een heleboel dingen die ze kunnen doen. Het feit dat, weet je wel, geruchten gaan, misschien GTA 5 ook wel geport zou kunnen worden, zie ik niet gebeuren. Maar goed, Rockstar heeft wel al support getoond. Je ziet zoveel meer mensen support tonen. Ik bedoel, die Dark Souls gaat naar de Nintendo Switch. We,
De fout werd bij de Wii U is dat ze ook te kiddy waren op een gegeven moment. En ze kregen geen grote titels gebonden. En nu zie je bij de Switch, er is zoveel support uit zoveel verschillende hoeken van de industrie. Omdat dat ding goed verkoopt. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch goed? Maar... Nou zijn ze er overheen. Die ja, drempel die is... jij zegt, die hebben ze ja, oké. Maar dan toch, we hebben het nu heel de tijd over ports. Ik vind toch wel te veel over ports praten. Metroid Prime 4. Ja, Metroid Prime 4, punt. Weet je wel? Wat komt er verder? Maar Mario Tennis komt er dan aan. En Kirby. Animal Crossing. Shut up the fuck! Die is dan niet aangekomen? Nee, maar kom op, dat hoop je toch jij wel. Jij zegt het allemaal simpel, maar Nintendo heeft helemaal niet zoveel studio's. Dus qua first party games vraag ik me echt af of ze dat onwijs vette eerste jaar wat ze hebben gehad met Zelda en Mario, of ze genoeg content en genoeg studio's en genoeg mankracht hebben om dat voor te zetten. Nee, ik heb het dan echt over Nintendo's eigen titels, want ja, eerlijk, ik heb al die ports al gespeeld, want ik heb een Xbox One. Ja. Gay! Nou, ik vind het wel leuk dat je nou zegt met die studio's van Nintendo. Dat je nou dus ook wel weer ziet dat ze nu Bandai Namco groter in de armen slaan. Voor bijvoorbeeld Metroid Prime 4. Daar hebben ze dan nou Namco Bandai voor aangewonnen. Wat ze al eerder wel eens hebben gedaan met die partij. Ja, dat is wel interessant met Mario & Rabbids. Ja, precies. Dus nee, dat is waar. Misschien gaan ze, weet je wel, hun IP's iets meer dispensen onder andere studio's. Ik moedig dat aan. Dat zou een frisse wind kunnen zijn. Nou, Hyrule Warriors was dat natuurlijk ook een voorbeeld van. Hyrule Warriors, een goede ja. Dan dat, met die hulp zou het inderdaad qua content... wel goed kunnen komen. En dan moet Nintendo gewoon lekker door blijven streven met gekke ideetjes. Want de Labo was wel weer dat je dacht van, ja, je kunt je hate it or love it. Maar het is tegelijkertijd, die aankondiging was wel weer echt zo van, ja, mind is fucking blown. Ik love it. We gaan, ja. Over 2 weken spelen trouwens. Ook nog eens komen. Ja. Gaan komt bouwen. Komt ook alweer 20 april. Ook weer een fantastische datum. Maar interessant. Ik heb het idee Nintendo Jij Switch... Jij bent in november jarig? Nee. Maar ja, ik ben wel in november jarig met 20... Nou goed, dat is weer een andere... Wat is 20 april dan? Is het weer een of andere meme die ik gemist heb? Ja, tuurlijk. Dat is inderdaad. Voor 20. Blaze it. Oh, voor 20. Oh. Sorry. Ik wou het niet... Ik wou het gewoon op zijn gang laten gaan, maar het moest genoemd worden blijkbaar. Ja, nee, ja. Ja. Sorry. Hoe dan ook, Nintendo Switch. Het is een lekker jaar geweest tot dusver. Wat gaat er nog meer worden? Wij zien het wel hoopvol in. Tenminste. Ja, heel erg. Ja. Maar okay. Ik geloof in Lebo. In Lebo we trust. In Lebo we trust. Nee, ik geloof in Lebo. Zeker als daar bekende franchises aan gekopt geworden. Dat wordt leuk. Wat ik heel erg hoop. Mario Party met Lebo lijkt me fantastisch. Met vrienden en allemaal dozen en al shit. Lijkt me echt oprecht. Maak binnen 10 seconden deze doos. En voilà, het beste zoiets. Doet. Ja, weet je wel? Ja, goed. Daar zou je heel veel gekke dingen mee kunnen doen. Ja. Dus ik heb heel veel vertrouwen in de Switch. Ik vraag me alleen af of ze genoeg eigen AAA content gaan brengen. Die de Nintendo liefhebber graag wil. Ja. Want die ports, voilà. Ik ken ze al. We houden Metroid Prime 4 en het in de gaten. Heeft toch de tand destijds niet doorstaan. Nee, maar goed, dat wist je ook, ja. Ja, maar goed, maakt het niet uit. Laat ons weten wat jij vindt van de stelling. Zie jij de toekomst van Nintendo rooskleurig in? In ieder geval in het geval van de Nintendo Switch. Laat het ons weten. En natuurlijk, ja, we zoeken weer een nieuwe stelling voor volgende week. Heb je iets waar je denkt van, nou, dit is een leuke, heikelijke kwestie die ik gewoon daar aan wil gooien bij GamersNet? Mag, doe het in de comments. Ja, we praten wel over. We willen er wel. Ja, man. Nintendo Switch. Ik zei Nintendo Switch, we zijn gaan zitten en dikke beurden. Mm-hmm. Ja, dat is... Dat is wat maar dat komt dat wij vakkennis hebben. Hè? Vakkennis inderdaad. Vakkennis. Je zijn vakmensen. Het. Ja, wauw. Expertise. Ja, dat is ons ambacht. Het ruikt er ervan af. Ambacht ook echt.